en een zalig uiteinde. Ja. En tot volgende week. Oké. Okay. Dag Herman. Dag. Tot volgende week. Nou. Jongen, wat een gesprek. Vorige week sprak ik via een pinguïn met een frater. Dat heeft u vorige week ook gehoord. Met frater Thijssen uit Kuik. En hij zou proberen zoveel mogelijk leden van de 7 koor die hij dirigeert mee te nemen naar de studio voor een fraai kerstlied. En dat lijkt gelukt te zijn. Allemaal zalig kerstfeest. Prachtig gedaan, jongens. Jullie willen frater niet missen, hè? Nee! Nooit meer.
Hey, want u bent 3 jaar over de 65 plus heen, in verband met de leeftijd. En, maar iedereen zegt, die vraagt, het moet doorgaan, ze kunnen u niet missen. Misschien kunt u helemaal missen, maar zei u niet. Er zijn altijd bazen die meer weten. Hè? Ja, dat is waar, maar ik vind dat het met alle inzet doet u dat met alle liefde altijd weer die mensen bij elkaar zetten. Heel erg hartelijk dank daarvoor. Graag gedaan. Oké. Dat was die aardige frater met zijn 7 koren. Ik heb nog een oproep voor u. We krijgen veel brieven van mensen die iets kwijt zijn. Huisdieren soms een dierbaar souvenir. Of ook vaak een poëziealbum, of zoals wij allemaal zeggen, een poesiealbum. En we kregen een brief van een vrouw uit Rotterdam die een poesiealbum gevonden heeft. Dus is de vraag, wie verloor in december 1967 het poesiealbum in de Stolkstraat in Rotterdam? In de Stolkstraat in Rotterdam, laat het alsjeblieft weten via de KRO. En weet u ook nog originele gekke manier om iemand eens te verrassen? Wilt u mij helpen met vooral de vreemde, de grappige surprises? Die zoeken wij voor dit programma. Uw ideeën zijn van harte welkom bij KRO Surprise Show, postbus 1600, 1200 BP in Hilversum. Jan Pieter in Amsterdam. Hij mag het ijs weer op en dat heeft hij jaar niet gedaan. De laatste tijd traint hij zijn nichtje van 5 een beetje, maar zelf weer in een show. Hallo Jan. Henny. Ja. Hoor je ons? Ja, ik hoor je. Een beetje zachtjes praten. Ja, dat moet ook. We staan direct achter het gordijn. De kombeweging hier. Nou, alle succes van de wereld. Dankjewel. Zullen we wat dichter naar het gordijn gaan? Ja. Oef. Dit zijn ze, niet de gordijnen. Hierdoor moet het gebeuren. Wat zeg je, Jan Pieter? Nou blijven die andere twee. Ja. Die hebben natuurlijk tijd genoeg. We zijn de twee kwijt. Nou, dat komt wel goed, joh. Dat komt goed. Even kijken. Dat komt helemaal goed. Er is ook wel muziek om heel zenuwachtig van te worden. Ja, het is echt... De muziek blijft ongeveer hetzelfde, dus je kunt bijna niet horen. Wanneer je op moet. Ik heb het dus al 10 keer gehoord, denk ik, maar ik weet het nog steeds niet. Ja, een hele droge mond, zei je net. Ja, ik heb een hele droge mond. Nou, de volgende is al op, dus... Daar gaat hij heen. Ja, succes. Het applaus zwelt aan. En daar komt hij. Er komen mensen van het ijs af. Er komen er nog een paar af. Oh, spannend. En Jan Pieter. Kijk, vertwijfeld, en daar is onze Mario. Mario, good luck, hè? Thank you very much. Good luck for him. Absolutely. Zeg maar niks meer nu, want... Ja. De droom van onze Jan Pieter om nog 1 keer bij Holiday on Ice mee te schaatsen in de revue. Wordt geteld. Ja, daar gaat hij. En daar gaat hij, onze Jan Pieter.
Kijk eens wie ik meegenomen heb. Ach, dat is een kleine nichtje van vijf. Wat enig. Haar geeft jij schaatslessen? Ja. Oh. Wat vind je, Leonneke? Heeft hij het goed gedaan? Ja. Was je trots op hem? Ja. Hij geeft jou schaatslessen? Ja. Jan, ja? Is het waar nu wat ik hoor? Ben ik in de hele rij nu ook te horen? Mensen, is Henny hier te horen? Joe, dat is ook een surprise. Nou, een geweldig Jan-Pieter dat dit gelukt is, dat jouw droomwens is in vervulling gegaan. Ja. Ik vind het zo'n raar idee dat ik in de studio op een bankje in de hele rij te horen ben. Maar je hebt het echt werkelijk fantastisch gedaan. Vindt u niet, dames en heren, daar ook? Ja? Dag mensen daar! Dag Jan-Pieter, dag Leon, dag Henny, dag allemaal. Surprise, surprise. Zo, dat was de grote wens van Jan-Pieter en die ging in vervulling.